Januari 1999. Bij Mammoet van Seumeren in de Meren wordt koortsachtig gewerkt aan de laatste grote onderdelen van een nieuwe revolutionaire hijskraan, de PTC. Voluit is dat de Platform Twin Ring Containerized Crane. De kraan, een ontwerp van Van Seumeren Innovation, is in samenwerking met Huisman iTrack in Schiedam gebouwd. Op het terrein aan een van de havens zal de kraan voor het eerst worden opgebouwd, getest en gekeurd. Deze onderneming zal niet langer dan 2 weken in beslag mogen nemen, want de eerste klus voor de PTC is gepland in maart, op een heel andere plaats, namelijk in Canada, waar de Koninklijke Shell een nieuwe raffinagefabriek aan het bouwen is. Deel voor deel worden de onderdelen in en aan elkaar gezet. Een karwei waar de mannen van Van Seumeren hun hand niet voor omdraaien, want het ontstaan van deze kraan is een logisch vervolg op de eerder ontwikkelde zware kranen van dit bedrijf. Het unieke van de PTC is echter dat die gecontaineriseerd is. Dat wil zeggen dat alle onderdelen van deze kraan het formaat hebben van een standaard 20 of 40 voet container. Het grote voordeel van deze innovatie is het vervoer over weg, water en rail. Want daar is de container volledig ingeburgerd. Op dit moment hoeven ze zich daar nog geen zorgen over te maken. Eerst moet deze kolos zich presenteren tegenover onder andere de specialisten van de verzekeringmaatschappij Lloyd's, die met een aantal deskundigen bij de opbouw aanwezig zijn. Als de hoofdmast eenmaal aan de ring gekoppeld is, kan voor de eerste keer kracht worden gezet met de machtige lieren en kan de staalkabel met een lengte van 1,5 kilometer en een dikte van meer dan 5 centimeter voor de eerste keer op spanning komen. Waarom dit soort karweien bij uitstek geschikt is om bij nacht en omtij plaats te vinden, weet niemand. Maar het verhoogt de sfeer en de spanning wel. Als de kraan dan na 9 dagen bouwen in volle glorie rechtop staat, is het tijd voor de echte test. Deze bestaat uit het spelen met een ponton gevuld met water met een totaalgewicht van 1500 ton. Met volle kracht wordt hij uit het water getild. Het heeft geen zin om eerst maar eens langzaamaan te beginnen, want over 3 weken begint het echte werk sowieso. Als het ponton uit het water is gelicht, moet het draaien van de PTC worden getest. Langzaam maar zeker zetten de 4 bogies zich in beweging en het ponton draait langzaam boven land. Eerst een beetje bijgestuurd door mensenhanden, later in bedwang gehouden door een flinke heftruck. Optoppen en aftoppen van de hoofdmast volgt, net zoals het controleren en testen van de andere motoren en lieren, en niet te vergeten de computersystemen aan boord van dit superieure stukje vakmanschap van Nederlandse bodem. Ondertussen bereidt een andere groep mannen zich voor op een load-out op hetzelfde terrein. Bij de firma Huisman heeft men namelijk net een nogal groot uitgevallen onderdeel van een pijpenlegger opgeleverd. De zogenaamde J-Lay Tower wordt gebruikt om onder water op grote diepte nauwkeurig een pijpleiding aan te leggen. Het apparaat heeft een lengte van 132 meter en is 14 meter breed. Het gewicht bedraagt een robuuste 2200 ton. En de opdrachtgever wil dit gevaarte zo snel mogelijk over het water naar de afbouwer Wilton Feyenoord verscheept zien. Deze loadout vindt plaats met zogenaamde SPMT's. Computergestuurde platformwagens met een enorm hefvermogen en uitermate precies te sturen. Per as kan zo'n wagen 30 ton verdragen. Het is dus een kwestie van optellen hoeveel assen men nodig heeft om dit gevaarte netjes weg te rijden. Natuurlijk moet ook rekening worden gehouden met de breekpunten van het te versjouwen object, zodat er nu 3 series van 96 assen onder zijn gereden. Ondertussen gaat het testen van de PTC-kraan gewoon door. Nu is het de beurt aan de zogenaamde superlift. De grootste kostenpost bij het vervoer van een kraan is het contragewicht dat meevervoerd moet worden. Dus hoe minder van dat gewicht, hoe beter het is voor je portemonnee.
De superlift is in staat om 1200 ton plakken staal op te tillen en langzaam achter de kraan te laten zakken, waarbij de radius maximaal 22 meter is. Dat zorgt ervoor dat het drukpunt verder naar achteren komt te liggen. En daardoor kan men met 500 ton minder contragewicht toe dan bij conventionele systemen. Nadat de maximum uitzwaai bereikt is en uitgetest door te liften en te laten zakken, moet het geheel weer op zijn plaats gezet worden. En graag een beetje snel, want de heren van de afdeling zwaartransport staan te dringen om de JLA Tower snel op het gereed liggende ponton te karren. Alle tests zijn uitgevoerd en geslaagd. De loadout afgerond, dus de PTC-bemanning kan aan de volgende ronde beginnen. Het afbouwen van de kraan. Eén voor één worden de mastonderdelen aan elke kant voorzien van een plak contragewicht, zodat een echte container ontstaat. Alle hijs- en borgvoorzieningen zitten op de juiste plaats en de container weegt niet meer, maar vooral ook niet minder dan is toegestaan per eenheid. Al deze nu gevormde containers moeten worden voorzien van een identificatienummer dat wereldwijd op alle containers moet worden toegepast. Niet alleen zijn deze nummers noodzakelijk voor de vervoers- en overslagbedrijven, maar ook is het van belang dat de container zodanig makkelijk herkend wordt dat waar ter wereld ook de juiste container op afroep naar de opbouwplaats gebracht kan worden. Dit voorkomt dat er op die locatie een opeenhoping van materiaal ontstaat. Deze methode, just in time, zorgt voor een vloeiende aanvoer en dus een gestroomlijnde opbouw van de kraan. Als alle 88 containers zijn afgevoerd naar ECT in Rotterdam, ligt daar een fix containerschip hongerig te wachten. De Bon Express onderhoudt een lijndienst op Canada en Amerika en zal er 5 dagen over doen om de containers af te leveren in Halifax, de grootste haven aan de Canadese oostkust. Reeder Ned Lloyd was zeer benieuwd of alles zo snel aan boord te krijgen was als beloofd en had voor de gelegenheid Maarten de Graaf, de projectleider van Van Zeumeren, uitgenodigd om aanwezig te zijn, zodat bij eventuele strubbelingen direct beslissingen genomen kunnen worden. Eén voor één worden de onderdelen aan boord gehesen. Net zo gemakkelijk als welke container dan ook. En het is een leuk gezicht, al die opengewerkte stukken rood tussen de grijze en oranje massa van de standaardcontainers. Na zo'n 4 uur hijsen is alles aan boord en kan het schip vertrekken. In Groningen is men de stad aan het renoveren.
Bij de afbraak van de oude gasfabriek bleek de grond ernstig vervuild. En alle gebouwen op het terrein moesten voorzichtig worden afgebroken met het oog op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De wijkraad in dit deel van de stad had echter andere plannen met een tweetal authentieke opslagschuren die volgens hen stadsgezicht bepalend waren. Ze vroegen de gemeente deze schuren voor de Slopershamer te sparen, zodat ze daar hun wijkcentrum in konden huisvesten. De schuren stonden op een plek waar winkels en parkeergarages zouden komen en ze moesten dus worden verplaatst. Dit was een kolfje naar de hand van de mannen van Mammoet en Van Seumeren. De Jacking Service afdeling van Van Seumeren plaatste 19 hydraulische krikken onder de verstevigde fundering en zorgde ervoor dat het geheel zo ver omhoog werd gebracht dat de platformwagens van Mammoet eronder konden worden gereden. Na het officiële gedeelte, met toespraken van verschillende hoogwaardigheidsbekleders die we je zullen besparen, kon onder het toezientoog van de toegestroomde media de rit beginnen. Over een speciaal aangelegd traject, verstevigd met rijplaten, rolden de 96 assen het gebouw naar hun nieuwe tijdelijke plek. De afstand van ongeveer 80 meter werd in een half uurtje afgelegd. En nadat de SPMT's prachtig om hun as draaiend exact op de juiste plaats uitkwamen, werd de lading keurig afgezet op de daarvoor bestemde palen. Over 4 jaar moet het gehele bouwproject klaar zijn en zal een tweede rit uitgevoerd worden om de gebouwen op de uiteindelijke plek te plaatsen. Halifax, Canada. De Bonn Express heeft de oversteek gemaakt en het volgende onderdeel van de eerste reis van de PPC-kraan is al dik aan de gang. Natuurlijk gaat het uitladen van de containers net zo makkelijk en efficiënt als in Rotterdam, maar omdat dit schip deze haven maar een dag aandoet, worden 2 havenkranen ingezet om in een hoog tempo de benodigde containers tussen de andere uit te plukken. De 5000 kilometer die de PTC nog voor de boeg heeft, zullen per trein worden afgelegd. Containers worden in een lange rij op de kaderrand geplaatst en 1 voor 1 op nummervolgorde op de trein gezet. Liefst dubbel, want anders wordt het geheel wel erg lang. Maarten houdt alles goed in de gaten. Want hoewel Canadian National, de Canadese spoorwegen, er ook een speciaal mannetje, in dit geval een vrouwtje, op heeft gezet, is een foutje snel gemaakt. Het is de vervoerder er alles aan gelegen deze opdracht op tijd af te werken.
Want ook in Canada is de pers op de hoogte van de komst van deze noviteit. Het transport wordt dan ook in diverse kranten en op een aantal regionale en landelijke televisiestations gevolgd. Het vertrek van de trein is imposant. Kreunend en steunend onder hun last rollen de wagons langzaam het rangeerterrein op en af, om uiteindelijk als één geheel met een lengte van meer dan 1,5 kilometer aan de reis door de sneeuw te beginnen. Bij de firma Lok in Hardingsveld-Giessendam staan ze ook op het punt om een reis naar de sneeuw te beginnen. Elk jaar rijden ze een baggergerief over de Hoogalpstraße van de Großglockner in Oostenrijk naar een aldaar gelegen stuwmeer. In 6 weken tijd moet baggerbedrijf De Boer met een speciaal ontworpen zandzuiger alle aangespoelde zandresten van de gletsjer voor de ingangen van de turbinepijpen wegwerken. De reden dat de firma Lok deze vervoersklus mag klaren is dat zij in het bezit is van de zwaarste autokraan van Europa. En die is nodig om de pontons en andere zware onderdelen op en af te laden. De rit is voor de chauffeurs een soort vakantie. Veel van hen komen niet meer in het buitenland, dus 1 keer per jaar op en neer naar vakantieland Oostenrijk trekt ze wel. De heren rijden stevig door, al is van haast geen sprake. Keurig worden de rijtijden in acht genomen en na een dag autobaan is het goed toeven bij een oud chauffeursrestaurant dat ze nog kennen van vroeger. Ging het op de autobaan gewoon met het verkeer mee, op het eerste deel van de klim naar de top is duidelijk te zien dat de wagens flink beladen zijn. Langzaam maar zeker worden de haarspeldbochten genomen. Van vakantieweer is op deze dag geen sprake. Het is koud. En de regen valt gestaag. Ook is het mistig, dus er wordt van de chauffeurs bijzonder veel concentratie gevraagd.
Voor een van de trucks is het even einde oefening. Het is een al wat oudere wagen en de steile wegen eisen nu hun tol. Een kokende motor is niet het ergste wat je kan overkomen, maar met een jerrycan in de kou een stroompje koud water opzoeken is ook niet echt lekker. De andere wagens zijn doorgereden na de afspraak dat er één terugrijdt als de lading is afgeleverd. Na 4,5 uur zijn ze aan de andere kant van de berg beland en is het weer aanzienlijk verbeterd. Het gaat nu echt op vakantie lijken. Het laatste stukje naar het meer gaat off the road. Is de eerste 100 meter nog geasfalteerd, daarna is het blubber, sneeuw en ellende. De wagens glibberen naar beneden in een decor van weiden en huisjes die bij een modelspoorbaan niet zouden misstaan. Aan het eind van dit zogenaamde servicepad wacht een kraanwagen om ze van hun last te ontdoen. Terug naar boven is weer een heel ander verhaal. De bakwagen is alleen aangedreven op de achterwielen. En de grip is niet genoeg om de laatste meters te nemen. Ook daar is op gerekend. Het is tenslotte niet de eerste keer dat de mannen deze rit doen. Met vereende krachten wordt een sleepkabel aangekoppeld en gaat men weer verder. Nog zo'n 20 keer op en neer en het baggeren kan beginnen, zodat voordat het water van het stuwmeer weer in ijs verandert, de turbines weer kunnen blazen. De firma Etarco is in Canada een van de grootste vervoerders van zwaar materieel. Voor de bouw van de Shell MEG-fabriek in Edmonton moeten veel ketels aangevoerd worden. Dit gebeurt over de weg en in de winter. De ondergrond van de wegen is dan zo hard bevroren dat er hoegenaamd niet stuk gaat. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker. Wat het leven niet makkelijker maakt is dat alle elektriciteitskabels, telefoonkabels enzovoorts in Canada boven de weg gemonteerd zijn. Elk transport dat hoger is dan de laagste kabels moet dan ook 's nachts plaatsvinden om eventuele overlast te beperken. Deze klus wordt geflankeerd door een zestal cherrypickers, hoogwerkers, die voor het transport uitrijden, de kabels omhoog houden waar dat kan en ze anders helemaal weghalen en weer terugplaatsen zodra het transport gepasseerd is.
Deze rit zal 4 dagen in beslag nemen. Steeds een deel. 'S Nachts door bewoonde gebieden en overdag over de highways. Dat is ook de reden voor zoveel pk's voor en achter het transport. De afstanden zijn in Canada zo groot dat op de highway een behoorlijke snelheid aangehouden moet worden om op tijd weer door een stad te kunnen rijden. Verschillende keren wordt de weg dwars overgestoken. En als de laatste heeft plaatsgevonden, rijden de wagens naar hun eerste stop voor deze reis. De rest van de nacht blijven de wagens aan de highway staan. De volgende ochtend wordt er na de spits, ja, die kennen ze daar ook, flink de sokken ingezet. De eigen begeleidingswagens nemen hier de taak van de politie over. Een hele verantwoording als je bedenkt dat de weergoden in Canada vreemde spelletjes kunnen spelen. Binnen enkele minuten kan het weer totaal omslaan en is ijzel, sneeuw en bevriezing van de wegen een nieuwe uitdaging voor de chauffeurs. Vaak komt het voor dat alles zo verblindend wit is dat de weg, de greppels en de lucht niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Dan is het een veilig gevoel dat de begeleiders voor het konvooi uitrijden om als het ware een spoor te trekken. Hey. Na een flinke rit moet er een afslag genomen worden naar een aansluitende highway. Een U-bocht nemen is niet mogelijk voor deze kolos, dus worden de duwers en trekkers omgewisseld en voort gaat het weer. Nog 3 dagen door de sneeuw, voordat de lading eindelijk op zijn bestemming is.
Niet alleen in Canada, ook in Europa worden raffinaderijen steeds maar weer uitgerust met efficiëntere systemen om betere en vooral schonere petrochemische producten te maken. De hoge drukketels die daarvoor nodig zijn, worden bijvoorbeeld in Japan bij Japan Steelworks gebouwd. Het vervoer gaat dan natuurlijk voor het grootste deel over water. Voor mammoet shipping een dagelijkse klus die geen opzien baart. Maar wat nu als de per stuk 1500 ton wegende ketels naar het binnenland van Europa vervoerd moeten worden? Over de weg en per spoor is niet mogelijk. Maar gelukkig kennen wij een nog zeer efficiënte methode, namelijk de binnenvaart. Om de ketels uit het transportschip te krijgen, zijn normaal gesproken twee kranen nodig met een liftcapaciteit van elk 800 ton. Dat kost een flinke bom duiten. Dus men was bij Mammoet blij verrast dat de enorme werkkraan van de firma Heremak in Rotterdam lag voor onderhoudswerkzaamheden. Dat scheelde aanzienlijk in de kosten en voor Heremak was het een leuke meevaller. Alsof de ketels niets wogen, werden ze één voor één aan boord van de duwbakken gezet en kon men in konvooi aan de reis beginnen. Echt voorspoedig verliep die niet, want de lage waterstanden zorgden ervoor dat de schepen wekenlang bij Basel bleven steken. Uiteindelijk, zo'n 4 weken te laat, kon in de haven van Bratislava begonnen worden met het uitladen van deze ongelooflijk zware ketels met een wanddikte van 40 centimeter, een breedte van 8 meter en een lengte van 60 meter. De kraan die hiervoor werd ingezet is uniek in zijn soort. Net als de PTC van Mammoet van Seumeren is ook deze gecontaineriseerd, maar dan weer heel anders. Voor elke kraan is het contragewicht het zwaarste onderdeel wat vervoerd moet worden, dus als dat niet hoeft, ben je lekker goedkoop uit. Piet Stoof, de ontwerper van deze kraan, bedacht dat containers overal ter wereld te huur zijn en dat je ze kunt vullen met alles wat maar ter plekke voorhanden is om contragewicht te vormen. Zand, stenen of water, het maakt niet uit, als het maar zwaar genoeg wordt. Daarom bedacht hij een constructie waarop deze containers geplaatst konden worden. En al tekenend en rekenend ontstond de MSG50, voluit de Mammoet Sliding Gantry 50. Een veelzijdige hydraulische systeemkraan met een liftcapaciteit van 3800 ton maximaal. Stotra is een bedrijf dat groot geworden is met het zogenaamde skidding, het sleden van zware onderdelen. Dat sleden gebeurt met hydraulische systemen. Dus het is niet vreemd dat hij bij dit ontwerp ook de hydrauliek de hoofdrol liet spelen. Dat resulteerde in een kraan die niet snel is, maar wel enorm zware lasten kan torsen en op de juiste plek kan zetten. Een prachtig staaltje daarvan is het Millennium Wheel in Londen, dat met behulp van deze kraan werd geplaatst. Als de eerste ketel uit het schip is, wordt het op SPMT's geladen en over het haventerrein naar een verzamelplaats gereden.
Veel ruimte om te manoeuvreren is er niet. Het is duidelijk dat dit soort transporten hier niet regelmatig plaatsvinden. Om de zoveel meter staat er wel een schuurtje in de weg of moet men onder een pijpleiding door, wat vaak maar met enkele centimeter speling lukt. Daar komt dan de veelzijdigheid van de SPMT's goed van pas. Zij zijn in staat om met behoud van stabiliteit door middel van het intrekken van de hydraulische ophanging zoveel te zakken dat alle obstakels zonder veel oponthoud genomen kunnen worden. Uiteindelijk bereikt de transport de plaats waar alle drie de ketels verzameld worden, om dan over de weg naar de raffinaderij vervoerd te worden. In St. John's, New Brunswick, in Canada, vinden we de PTC terug, die in stelling wordt gebracht voor de laatste hijs op deze site. Het verplaatsen van een zware kraan gebeurt over het algemeen door hem helemaal af te breken en weer op te bouwen op de nieuwe locatie, ook al is dat maar een tiental meters verderop. Bij Van Seumeren hebben ze een hekel aan overbodig werk. En hebben ze vier enorme stalen rupsen ontworpen die de kraan op eenvoudige wijze, langzaam maar gestaag, op elke plek kunnen rollen. Deze rupsen passen niet alleen onder de PTC, maar kunnen op elk gewenst moment als containers opgestuurd worden om andere grote kranen op hun plaats te rijden. Er hoeft dus nooit op elkaar gewacht te worden. Een ander zeer belangrijk punt is de druk die uitgeoefend wordt op de grond. Die is zodanig laag dat het niet nodig is een speciale weg aan te leggen voor de rit die de kraan moet ondernemen. Zand en gravel is voldoende. En hier kon men zelfs over steltenplaten rijden. Eenmaal op zijn plek, op de centimeter nauwkeurig, kan worden begonnen met de laatste hijs. De ketel met het gewicht van een zwaar beladen Antonov vrachtvliegtuig wordt behendig van de platformwagens gelicht. Voor de PTC een karweitje van niks. Maar de zogenaamde tail crane, de kraan die de onderkant van de ketel optilt en naar voren rijdt, heeft het er knap moeilijk mee. Voor dit karwei is de PTC voorzien van een jib, een stuk extra mast bovenop de hoofdmast. De hoogte van de totale mast is nu 200 meter en dat is hoog genoeg om de top in de opkomende zeemist te doen verdwijnen.
Als de ketel helemaal recht hangt, kan het draaien beginnen en wordt het gevaarte keurig boven het fundament gehangen. Met behulp van wat shortlinten wordt het boven de bouten gemanoeuvreerd en laat de machinist de last de laatste centimeters naar beneden afleggen. De klus is geklaard en de afbouw van de PTC kan beginnen. De leukste loadout van dit jaar in Nederland was waarschijnlijk het verplaatsen van de onderzeeërs, zwaardvis en tijgerhaai op het terrein van de RDM in Rotterdam. Eigenaar van de boten, de RDM Technology Holding, kocht de beide sigaren terug van Defensie toen ze in 1995 afzwaaiden na jarenlange trouwe dienst bij de Koninklijke Marine. Op de werf werden de boten door het personeel dat jarenlang het onderhoud uitvoerde ontdaan van alles wat een onderzeeër tot een vechtmachine maakt. De stroomvoorziening, de radar en de communicatiemasten, de aandrijving zoals schroefas en schroef werden verwijderd en ook werden ze waterdicht gemaakt. Dat wil zeggen, ze zijn niet meer in staat om te duiken. Als instructievaartuigen zullen ze de rest van hun leven dienst doen om diegenen die daarin geïnteresseerd zijn kennis te laten maken met werken en leven in een onderzeeër. Dat is voor de boten een leukere toekomst dan de oud-ijzerboer. Het vervoer naar de nieuwe bestemming zal per dokschip gebeuren. Maar voor het zover is, rollen de SPMT's van Mammoet van Zeumeren, de eerste van de twee, langzaam in de richting van de speciale botenlift op de werf. De afstand speelt hier geen rol. De 80 meter wordt in een klein half uur bedwongen. Maar precies moet het een en ander wel gebeuren, omdat de dwarsliggers die de boot ondersteunen wel op de daarvoor bestemde stoelen moeten komen. Ondertussen is men in de enorme montagehal bezig met het opvijzelen van de tweede onderzeeër. Twee hydraulische systemen worden ingezet om de lading op de juiste hoogte voor de twee rijen SPMT's te krijgen. Elke keer een lift van ongeveer 10 centimeter, dan weer balken eronder, net zo lang tot de eerste van de platformtrailers eronder gereden kan worden. Buiten zakt de onderzeeër intussen met behulp van de botenlift langzaam in het water. Nauwlettend gevolgd door personeel van de RDM, voor wie dit misschien wel de laatste keer is dat ze de door hen vertroetelde boten zien. Binnen worden de SPMT's onder de laatste boot gereden en terwijl de 80 assen met 640 wielen langzaam verder rollen, vaart het dokschip de Smit Explorer
naar de plek waar het haar buik zal openen voor de twee opleidingsvaartuigen. Majestueus rollen de twee rijen wagens met hun enorme last naar de kade, waar de botenlift alweer op hen wacht. Bij de Explorer is men ondertussen drukdoende om de eerste onderzeeër langzaam boven het voor haar bestemde bed te varen. Een uiterst nauwkeurig werkje wat heel wat tijd in beslag neemt. Tijd is er echter genoeg. Want het verplaatsen van het zusterschip gaat gestaag, maar ook niet op topsnelheid. Want 1600 ton staal is natuurlijk geen licht karwei. De onderzeeër is met zijn 66 meter nog niet eens zo groot. Maar als je er bijna onder staat, is het imposant genoeg. Drie sleepboten worden ingezet om de opleidingsvaartuigen op dit korte stukje te sturen. En als ook de tijgerhaai is omgevaren en naar binnen geloodst, kan de reis naar de tweede jeugd van beide boten beginnen. In Bratislava is men ondertussen de tweede en derde hoge drukketel voor de nieuwe raffinaderij van Slovnaft op zijn plaats aan het brengen. De tweede ketel hangt in de staalkabels, terwijl elders op het terrein de derde op, vanzelfsprekend,
SPMT's wordt aangevoerd. Het lijkt alsof het werk in alle rust kan worden uitgevoerd, maar niets is minder waar. De fabriek draait op volle toeren, wat tot gevolg heeft dat er bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid van iedereen die bij dit project betrokken is. Maar als je die wolken stoom voorbij ziet drijven en je krijgt een raar gevoel in je neus, kijk je onwillekeurig toch even naar je begeleider of die al nerveus wordt. Behoedzaam rolt de SPMT de onderkant met het speciaal ontwikkelde scharniersysteem onder de kop van de hoofdmast. Daarboven bevindt zich het hydraulisch systeem, dat elke keer een kabellengte van zo'n 70 centimeter omhoog perst. Stalen klauwen sluiten zich bovenom de kabels om ze te zekeren en dan kan het systeem weer zakken om in ingeschoven toestand de onderste klauwen om de kabels te slaan, daarna de bovenste los te laten, zodat weer 1600 ton een eind omhoog getild kan worden. De hijs van meer dan 60 meter neemt zo een hele dag. Maar het concept van deze kraan bewees met deze eerste opdracht dat het voor veel meer dan recht toe recht aan hijswerk geschikt is. Eenmaal op hoogte wordt gecontroleerd of de SPMT de ketel exact verticaal heeft gereden. Zodra dat het geval is, wordt het scharnier losgekoppeld en kan de kraan aan het draaien gaan. Als op dezelfde wijze dan ook de derde ketel op zijn plek wordt gezwenkt, is voor de Stotra MSG50 het eerste project geslaagd afgerond.